Oké, nou, we zijn hier met Matthijs van Actief Almelo. Wat is Actief Almelo? Actief Almelo is vanuit een organisatie. Daar bieden we gewoon eigenlijk verschillende activiteiten aan. Ja, zoals je nu net gezien hebt, is Nerve daar één van. Ik heb gisteren bijvoorbeeld bubbelvoetbal gedaan. Zo hebben we ook andere activiteiten. Tientallen in de Rimmoede, leuke spelletjes zeg maar, die kinderen kennen. Daar kunnen ouders of kinderen zichzelf opgeven. Vaak ook voor verschillende leeftijden. En daar kunnen ze zich eigenlijk 9 van de 10 keer gratis voor inschrijven, zowel hiervoor als ook voor het zwembad. En dan kunnen ze dat gewoon meedoen. En daar worden wij zeg maar voor ingehuurd om dat aan te bieden. En hoe was de opkomst vandaag? De opkomst was goed. We hebben 5 kinderen van de 24 niet gehad. En daarentegen hebben we 2 kinderen wel weer gehad die zich niet hebben ingeschreven, maar uiteindelijk wel mee wilden doen. Dus dat is over het algemeen top. Het verschilt wel veel qua activiteiten. Dit zijn activiteiten die supergoed lopen, die zijn hartstikke leuk. Zo hebben we ook activiteiten die bijvoorbeeld maar 5 aanmeldingen hebben. Ja, dan is het voor ons ook even kijken van laten we die doorgaan, ja of nee. Als voorbeeld gisteren met bubbelvoetbal voor de jongeren heb ik maar 5 aanmeldingen gehad. Nou, dan ga je gewoon even bellen van hey, wat willen jullie? Willen jullie komen? Willen jullie toch met een andere groep meedoen? En dan zoek je daar gewoon een oplossing in. Oké, en hoe vaak gebeurt dit? Elke vakantie. Elke keer als we vakantie hebben, doen we dat. Nu hebben we een kleine, kortere vakantie van een week. Dan wordt er iets minder ingepland. Kijk naar de zomervakantie of een kerstvakantie. Dat zijn net iets grotere vakanties. Heb je 2 weken de tijd. Dan plannen we vaak iets meer in, soms dubbel. Vandaag hebben we maar 1 uurtje gehad. Soms doen we 2 of 3 uur. Dat ligt er een beetje aan hoeveel ruimte we hebben, hoeveel kinderen we ervoor hebben. Dus op die manier vullen we het op. En wat vond u er zelf van? Ik vind het hartstikke leuk. De kinderen spelen heerlijk mee. Je ziet de glimlach op hun gezicht. Je maakt een grapje tussendoor. Maar het is ook gewoon fijn dat de kinderen samen met elkaar spelen. En dat vind ik het leukste ervan. Je ziet gewoon dat kinderen vooruit gaan. Dat ze groeien maken, dat ze stappen maken. Vooral omdat je veel kinderen ook vaak met dit soort activiteiten vaker ziet. Normaal gesproken zijn wij de gymdocenten. Dus kennen wij ze niet of zien we ze niet. En dan zie je ze hier wel. En dan als je ze hier dan stappen ziet maken, denk je toch van toch super vet en leuk om te zien. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ik ben blij dat ik het mag doen.